God schiep mannen en vrouwen. En genderneutrale? Nee. De zomer zit erop, maar we keren niet meer terug op ons werk zoals we vertrokken. We zijn namelijk geen meneer meer, geen mevrouw, geen dames en geen heren. Nee, deze zomer heeft historische gevolgen. Zo ook in het prachtige Klaaswaal. Iedereen dient genderneutraal te zijn. Ik ben mevrouw. Ik ben mevrouw. Echt mevrouw. Het speelt hier helemaal niet zo op het platteland. En ik woon helemaal buiten de gemeente, buiten het dorp, dus dan hoor je en zie je ook niet zoveel. Flauwekul. Waarom? Nou ja, ieder mens moet kunnen zijn wat hij wil. En daar moeten anderen zich niet mee bemoeien. Dat betekent dus dat u ook bijvoorbeeld niet meer naar een vrouwen-wc mag, maar gewoon één wc voor allemaal. Oké. Nou, dat hoeft nou voor mij ook weer niet. Dus straks op een natte bril? Ja, ja inderdaad. Ja, want je moet mannen leren om zittend te gaan plassen, hè? Goed, de kunst- en cultuursector van Klaaswaal dan. En wel? Dit is het Speeltjesmuseum. In Klaaswaal en ik zit hier sinds 1994 al. In Amsterdam viert de genderneutrale discussie hoogtij in de artistieke hoek, maar hier in Klaaswaal... Even iets heel iets anders, is dit het toilet hier? Ja. Ja. Is die, wel... Nee, dat, ja, wel, kunt licht maken hier. Maar waar is de genderneutrale? Hier is een toilet achter, achter de deur. Nee, maar is dat genderneutraal? Dat is een algemeen toilet, ja. Voor mannen en voor vrouwen? Voor... Ja. Omdat je dat niet meer ja, moet zeggen. Nee, ik, ja. Het mens van Gameren dan. Een goedlachs individu die zich vooral bezighoudt met de mannenvereniging. Ja, nee, wat is nou een mannenvereniging? Ben u een beetje buiten de tijd? Een mannenvereniging is een mannenvereniging. Die over Bijbels onderzoek gaat. Met alleen maar mannen erin? Vrij logisch. Anders is het geen mannenvereniging. En dan is het een gezamenlijke club. En vrouwen? Nou, een mannenvereniging heeft toch geen vrouwen? Mijn vrouw die blijft thuis, ja. En genderneutrale? Genderneutraal? Johan, dat gaat door. Jongens, hier stoppen we mee. Hè. Wij doen Bijbels onderzoek en in de Bijbel staat mannen en vrouwen. Maar ja, gender... God schiep mannen en vrouwen. En genderneutrale? Nee, dat is door de zonde gekomen. En dan krijg je al dat onderscheid. En nou gaan we alles uit elkaar trekken. Nou ja, dat wordt nu in de Randstad. Hele zomer is het over gegaan. We moeten ook wc's... Ja, daar heb ik niks mee te maken. U begrijpt niet dat in de media het zoveel gegaan is over dat we... Ja, de media maken eigenlijk alles kapot. Dit is groentemens Kees. Kees is een recalcitrante figuur. Hij weigert te buigen voor een handjevol randstedelijke elitaire opinieterroristen. Ja, doe normaal. Degene waar het over gaat, die loopt daarmee te koop. En wat heb dat voor nut? Ja, zeggen dan pas je een beetje aan de mensen die dan niet meneer of mevrouw zich meneer of mevrouw voelen. Hè? Zijn er misschien 5-6 in Nederland? Ja, en dan kan heel Nederland die kennisnaren aanpassen zo aan die 5-6. Je moet je schamen. Goed, het is duidelijk. Het grootste gedeelte van Nederland heeft nog een lange weg te gaan voor het zich kan meten met onze elitaire minderheid. Oftewel, de randstedelijke wezens. Yeah.